Het wegennet in Nederland is van groot sociaal-economisch belang. Dagelijks maken miljoenen mensen er gebruik van. In de komende jaren zal de overheid steeds hogere eisen stellen aan de veiligheid en het milieu. Dit heeft consequenties voor zowel de banden als het wegdek. Het Tire Road Consortium, oftewel TRC, is mede opgericht om het wegverkeer veiliger, duurzamer en leefbaarder te maken. TRC is een unieke samenwerking tussen de bandenindustrie, wegenbouwers, de overheid en de Universiteit Twente. Het unieke aan deze samenwerking is dat er gekeken wordt naar de band-wegdekcombinatie. Tot nu toe concentreerde het onderzoek zich hoofdzakelijk op de band of op het wegdek. Binnen het consortium lopen diverse projecten parallel aan elkaar, waarbij de verschillende projecten profiteren van de opgedane kennis. De partners hebben software ontwikkeld die het trillingsgedrag van de banden in kaart brengt. Hiermee kan het bandenlawaai geminimaliseerd worden. Daarnaast wordt uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar verschillende materialen om te komen tot de juiste samenstelling van zowel de band als het wegdek. Met behulp van experimenten worden zaken als grip, geluid, rolweerstand en slijtage voorspeld en geoptimaliseerd. Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen stillere, veiliger en zuinige wegen en banden worden ontwikkeld. Daarnaast zal ook de uitstoot van CO2 en fijnstof worden gereduceerd. Dit Twentse initiatief vervult een voortrekkersrol in het veiliger, stiller en duurzamer maken van het wegverkeer en zal hierdoor de positie van de deelnemende partijen verstevigen.